Ja, we zijn op het kalkoventerrein en de sponsorloop voor de hospice is zo net gestart. Maar ik zie een nieuwe opzet. Ja, dat klopt. Wij hadden 2 keer bij de Kiefer de start gehad. En toen dachten wij van laten we eens proberen met de historische vereniging Averreest samen iets op te zetten. En het bestuur van de historische vereniging is razend enthousiast. Dus die helpt ons aan alle kanten. We zijn heel blij daarmee. Ja, want dit is de 3e editie van de sponsorloop. Ja, hoe ziet deze editie eruit? Wij hebben een hele mooie wandeling uitgezet in het achterveld. Daar mogen mensen over het terrein van Albert Kruithof lopen. En dan gaan we achteruit naar de Reest. Daar is ook de hardlooproute. En tweede route hebben we door het dorp uitgezet. Ongeveer 2,5 kilometer. En daar kom je bij de hospice langs. En de hospice heeft open dag vandaag. Dus mensen kunnen een kuikje binnennemen. Maaike, naast de sponsorlopen organiseren jullie als vrienden van de hospice nog meer activiteiten. Dat klopt. Wij hebben vorig jaar voor het eerst een charity dinner georganiseerd bij de Kiewiet. En wij hopen dat dit jaar in oktober nog een keer te doen. Daarnaast gaan we dit jaar voor het eerst in Klein Oever, in Balkbrug, gaan wij een middagavond met wat oud-Hollandse spelletjes organiseren in november. En zij kwamen er zelf mee, Klein Oever. Dat is gewoon super om zo'n aanbod te krijgen. Nou, Maaike, bedankt voor het gesprek. En nog een hele goede loop.